Dag beste kiekers, welkom bij de 4e aflevering van Sassendonk TV. Vandaag gaat weer op bezoek bij de Tonnenzotters. Goedemiddag kijkers, hier zijn we weer bij de oude vertrouwde bierton voor het laatste feestje van dit weekend. We zijn bij de Tonnenzotters. Ja, helaas, mijn vriend Hans is er niet. Nou, helaas. Ja, nou, ik moet dat voor de camera wel zo netiseren. Dan zijn we wat anders. Ja, nee, goed, maar dat weten wij, hè. Oké. Okay. Maar we gaan even kijken hier bij de abdicatie van prinses Henrike. En de opkomst van de nieuwe hoogheid van de Tonnenzotters. De 40ste. We gaan even kijken. Birgit, ben je wakker? Ga je met? Ja, hoor, Batsen. Ik ben al lang wakker. Hier zo de biertop binnen. Hier komen we gelijk al tegen. Johnny Koetsier, penningmeester van de Tonnenzotters. Vrijdag liep hij nog mooi in kostuum. En dan lopen we met Jan Lucie. Johnny, hoe zit dat? Ja, we zijn hier vanmiddag bij de Tonnenzotters bij de abdicatie van prinses Ria. We zijn al vaste blaaskapel van de Tonnenzotters al jaren. Dus vanmiddag leuken we hier de middag proberen we op te leuken. Bye. Je maalblokken hebben de Tonnenzotters in pak. Ja, ik heb een beetje dubbelfunctie uiteindelijk. Dus muziek, dat ligt toch eigenlijk mijn voorkeur. Dus dus vandaar. En ook qua bezetting vandaag kwam het zo uit dat ik vandaag dus aan de muziek doe. Nou. Zeg, en staat er verder van te zoenen wat er gebeurt met de knobbeltrekkers? Wat? Het is een interview, geen ondervraging. Recepties en. De optocht dweilen we door de stad heen en dat soort activiteiten, dit valt deze tijd van het jaar. Ja. En de rest van het jaar dan ligt jullie een beetje stil of? Nee, we proberen wel elke maand ergens een optreden te hebben. Dus of dat op een braderie of een serenade of dat is. Nou, dat is interessant. Birgit, snap je het nog? Jazeker, Batsen. Jo. Ik wil het laatste woord geven aan onze hoogheid, prinses Henrike. En dan gaan we... Het is de hoogste tijd. We gaan er weer van door. Wij hebben genoten van een mooi carnavalseizoen. Onze taak zit erop. Wij zijn klaar. Ja mensen, hier staan we dan. Een vertrouwd gezicht binnen het Sassendonkse. Maar voor ons
onze stichting een zeer belangrijke man. Gert Timmerman, onze penningmeester. Onze dukatenbeheerder. Hij is erg blij met al die eurotjes. Erg gierig. Mooi. Zoals een goede penningmeester betaalt, hè. Er kan nog geen nieuw bloesje af. Is dat nodig, hè? Nou, geen meewaar. Maar... Oh, zo'n bloesje bedoel je? Ja, daar schoot hij al weken op. Wat? Maanden? Je hebt jezelf ook een nek mogen gehad. Oh. 43. Speknek. Maar, we zijn de stichting. We hebben centjes nodig. Ja. Misschien is het even aan de kijkers te vertellen waarvoor hebben we die centjes nodig. Er worden al vragen over gesteld. Het is toch een hobby? Het is een hobby, maar we zijn wel geld nodig natuurlijk om Sassenom te promoten. Daar is, dat is tenslotte het doel van de stichting. Sassenom en het carnaval in Sassenom promoten. En daar, ja, daar moet daar... apparatuur waar jullie mee werken, als cameramensen, geluidsmensen, ja, dat kost geld. Stichtings, kamerkoophandel, website. Dat kost allemaal, dat zijn allemaal de overheadkosten, zoals dat zo mooi heet. Ja, die moet toch ook gedekt worden. Ja. En daarom zijn wij erg blij met jullie steun, met alle speltjes jullie verkocht hebben, gekocht hebben. Je mag er wel blij hebben kijken, dat zijn. Wij zijn erg blij met alle speltjes die jullie gekocht hebben en nog gaan kopen hopelijk in de toekomst. Ja. Je kunt ook allemaal donateur worden van ons, voor een tientje bij ons vriendje. We komen zeer binnenkort met donateurskaarten. Vul hem in. Tientje bij Gert afleveren. En dan komt het dik voor me. Het wordt er weer spannend. Gaat het allemaal lukken? Ja. We zien al een been, schouder, schoen. Oké. Grapje! Helaas. Dat was er niet. Volgende. Dat het nou daadwerkelijk de echte hoogheid komen. Wijpen. Nou, er is ook nog geen hoogheid. Dan zal nu waarschijnlijk de hoogheid komen. Wij presenteren nu vol trots onze 41ste hoogheid. Genaamd. Spannend. Spannend. Ja, de kop trekken. Prinsen Juwe. Met haar adjudanten. Wat zien jullie er geweldig uit. Super. Ik wil graag het woord geven aan uw hoogheid. Bedankt allemaal dat jullie hier vanmiddag aanwezig zullen zijn. Ik ben een beetje in wacht op het moment. De hele dag in last van gehad, maar dat gebeurt nu net. Tegen Kenna. Ik hoor net. Tegen Kenna.